Burgemeester Hoes van Maastricht heeft een akkoord bereikt met de gemeenteraad om de verkoop van softdrugs aan buitenlanders in coffeeshops mogelijk weer toe te staan. Nu is de verkoop aan buitenlanders verboden, maar de coffeeshops trekken zich weinig aan van het verbod. Maastricht heeft niet genoeg agenten om het verbod te handhaven. Volgens het plan mogen straks alleen coffeeshops aan de rand van de stad aan buitenlanders verkopen. We gaan morgen met de coffeeshophouder spreken. Dan gaan we in zoverre open in dat ik nu een voorstel aan de raad heb neergelegd, heb voorgelegd waar zij mee instemmen. Dat zal ik hun mededelen. En daar zit een verzoek in naar de coffeeshophouders om hier ook aan mee te werken en te stoppen met het verkopen aan niet-ingezetenen. Maar de coffeeshops hebben al laten weten dat de buitenlanders welkom blijven in de Maastrichtse coffeeshops. Coffeeshophouders werken echter alleen maar mee aan plannen als er ook inderdaad iets productiefs uitkomt. Als de burger van de stad er beter op wordt of als de situatie kan verbeteren. Ik kan geen enkel element in de plannen van de gemeenteraad en de burgemeester ontdekken wat daarop zou duiden. De coffeeshophouders vinden dat het verkoopverbod de handel door straatdealers in de hand werkt.